De People Company Schravendeel, de schakel tussen mens en werk. Deze zomer start HW1 TV het nieuwe sportprogramma HW Sport aan tafel. In de aanloop naar dit sportprogramma stellen we de Hoeksewaardse sportclubs graag aan u voor. Zoals deze vereniging. We staan in Sporthal de Schenkel en kijken naar badminton, naar de badmintonvereniging uit Schravendeel. Niet Tom, bij mij staat Jacco Robbermond, voorzitter van de vereniging. Hoe lang al, Jacco? Ja, dat voorzitterschap, dat is alweer afgelopen december, was het alweer 10 jaar. Dus die tijd is aardig al voorbij geschreden. Ja. Dat is weer een jubileum. Hoe oud is de vereniging op zich? De vereniging die bestaat aanstaande september 40 jaar alweer. Dus toen met de sportlist van 1975, rond die tijd is ook Niton opgericht. Ja. Dus dat betekent een feestje? Dat wordt absoluut een feestje. We hebben de planning om 19 september een leuk feestje met de club voor leden en oud-leden te gaan doen. Dus die kunnen zich allemaal gaan melden bij ons om daar mee te gaan doen. Ja. Hoeveel leden telt de vereniging? De vereniging telt tegen de 100 leden zo'n beetje. Dat is een redelijk stabiel aantal alle afgelopen jaren steeds. Ja. Ja. Dat spelen jullie dan ook in competitieverband? Ja, wij spelen zeg maar. Niton is lid zowel van de Bond als hier van de Hoeksewaardse clubs. En allebei de competitie doen we mee. Dus met 2 verenigingen in de Bondscompetitie, een redelijk niveau hier in de regio. En met 4-5 teams in de Hoeksewaardse recreantencompetitie. Ja. Ja. Dus, en wanneer spelen jullie dan normaal gesproken? De recreantencompetitie allemaal door de week. Dus op donderdag de thuiswedstrijden. Ja. En dan de thuiswedstrijden van de Bond spelen wij op zondagmiddag. Hoe is deze competitie verlopen? Nou, afgelopen jaar hebben we helaas, we zaten met het eerste team in de hoofdklasse. Hè, toch het stokpaardje van de club heeft het net niet gered. Die gaan volgend jaar eerste klasse weer spelen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Ja. Je komt vanzelf op het niveau waar je het lekkerste voelt. En wellicht volgend jaar weer bovenin meedraaien en verder kijken. Wie zijn jullie hoofdsponsors? Nou, we hebben nu afgelopen jaar hebben wij zeg maar BDO als clubsponsor gehad, als shirtsponsor voor de teams. En we hebben ze pas geleden zeg maar een Facebook-actie gewonnen van de People Company. En daarmee kunnen we in het jubileumjaar alle leden een shirt gaan verstrekken. Dus dat is mooi, komt mooi uit zeg maar, met het jubileum dat dit geregeld kon worden. En daar zijn de People Company natuurlijk uiteraard heel dankbaar voor. En iedereen een nieuw shirt dadelijk. Wat maakt Niton zo'n leuke vereniging om lid van te worden? Ja, Niton is een club die voor gezelligheid staat en op alle niveaus kan je bij ons de sport beoefenen. Maar we willen ook juist staan voor het verenigingsverband. In de tijd van individualisering van de sport vinden we juist het collectief ook belangrijk. Dat ook mensen die misschien in die wereld zeg maar, een beetje buiten de boot vallen, toch bij een club kunnen aansluiten. En badminton is wat dat er gaat perfect, want je kan op alle niveaus kan je dat spelletje doen. Hè. Je doet het op de camping, maar je kan het ook op een hoger niveau competitief doen. Dus dat, wat dat er gaat is denk ik niet om een goede plek om dat te kunnen doen. Ja. Jacco, succes. Dankjewel, gaat helemaal goed komen. Bedankt.